Gisteren kwam er bij ons aan de kusten tot een zeer zware westerstorm met een uur gemiddelde van ruim windkracht 11, in onder andere hoek van Holland aan wijk aan zee. Ook verland inwaarts haalde de wind ook flink uit. De stormdepressie waarmee we gisteren te maken hadden, ligt inmiddels alweer ten oosten van Polen. En in het kielzocht van het laag komt koude lucht vanuit het noordwesten onze kant op en in die koude lucht bevinden zich een flink wat wolkendotjes. Elke van die wolkendoortjes is een bui en bij die buien komt vanmiddag lokaal hagel of soms zelfs een klap onweer voor. Als ik alles in beweging zet dan is te zien dat alles een beetje richting het oosten wegtrekt. De stormdepressie van gisteren trekt verder weg. En ook zijn er meer buien ontstaan, want boven land is de temperatuur wat opgelopen waardoor de atmosfeer onstabieler is geworden. En daardoor kregen de buien vanmiddag iets meer energie en ging het produceren van hagel en ook onweer wat gemakkelijker. Als we dan vooruit gaan kijken, dan pakken we de modeluitvoer erbij in en is te zien dat een lage drukgebied boven de Noordzee komt te liggen en morgen voor lichtwisselvallig weer zorgt. Aan het eind van het weekend komt een actieve storing onze kant op en uiteindelijk gaat het ervoor zorgen dat het maandag mogelijk dus flink nat gaat worden. Daarna komt geleidelijk aan de zachte lucht onze kant op. Vanavond dus een aantal buien, daartussendoor ook opklaringen, maar de buien die worden wel een stuk feller dan vanmiddag. Met op meer plaatsen kans op hagel en onweer en vooral in het binnenland waar de temperaturen toch flink onderuit gaan in de opklaringen. Alweer kans op wat winterse neerslag, mogelijk ook wat sneeuw dat blijft liggen. Dat is eigenlijk ook het verhaal voor vannacht. Aan de kust misschien kans op een klap onweer, daarbij ook hagel. In het binnenland kan het plaatselijk wit worden bij temperaturen rond of iets boven het vriespunt. -en zee is het met een graad of twee een stukje minder koud. Morgen dan wisselend bewolkt. In eerste instantie vooral in de noordelijke helft een aantal buien, lokaal nog altijd met winterse neerslag, tussen die buien door af en toe wat zon. In de loop van de middag neemt dan vanuit het zuiden de bewolking toe en de temperatuur komt op de meeste plaatsen uit op 3 tot 5 graden. In de loop van de middag gaat het dan vanuit het zuiden ook regenen, mogelijk dat er lokaal ook wat natte sneeuw bij zit, en rond in de regio van Vaals kan het misschien ook wel wat blijven liggen. In die neerslag wel beduidend kouder dan de graad of 4 die daar staat. Want zit je midden in de eerste dag die een aantal uren aanhoudt, dan kan de temperatuur zomaar dalen tot 1 graad boven nul. Wat verder vooruit, zondag is het dus vaak bewolkt. In de ochtend misschien in het oosten en noordoosten wel af en toe wat ruimte voor de zon. Eigenlijk is het dan grotendeels droog de dag, maar in de avond kan er dan wat lichte regen of motregen vallen in het westen. En pas in de nacht na maandag gaat het echt intensiever regenen. Temperaturen dan 3 tot 5 graden. Maandag zit het dus in de zachte lucht, vooral in de ochtend erg nat... Mogelijk in het noordoosten eerst nog wat lichte, een lichte winterse neerslag, maar verder in de middag temperaturen tussen 7 en 10 graden. Ook dinsdag zeer zacht voor de tijd van het jaar, 9 of 10 graden, en daarbij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Dus winterse neerslag, dat kunnen we voorlopig wel even vergeten. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl